Welkom bij SIP Utrecht. Het is fijn om te zien dat u in zulke grote getalen voor deze lezing bent gekomen. Ik hoop dat u na deze lezing niet alleen nieuwsgieriger bent geworden naar het onderwerp, maar dat u ook vooral naar huis gaat met het gevoel een leuke avond gehad te hebben. SIP Utrecht is de Utrechtse studentenvereniging voor internationale betrekkingen. We organiseren niet alleen vandaag, maar elke dinsdagavond een lezing met een internationaal georiënteerd onderwerp. Naast onze inhoudelijke kant met symposia, congressen en simulaties hebben we natuurlijk ook aandacht voor de gezellige kant van de vereniging en organiseren we bijvoorbeeld gala's, spelletjesavond en borrels in een bepaald thema. Deze avond zullen we het gaan hebben over de millenniumdoelen. Het doel van deze avond is niet alleen om u te informeren, maar het is ook de bedoeling om met elkaar in discussie te gaan over dat wat we vanavond zullen gaan horen. Dit zullen we gaan doen met onze twee sprekers die ik zo meteen aan u zal introduceren. Voordat ik dit doe, zou ik graag het verloop van de avond met u willen doordelen. Na mijn verhaal zullen we zo meteen gaan kijken naar een kort filmpje en een kleine documentaire die een korte inleiding zullen gaan geven over de millenniumdoelen zelf. Hierna zal ik de sprekers van vanavond aan u voorstellen en hebben ze bijna 20 minuten de tijd om hun verhaal te doen. Hierna laat ze een korte pauze in van 10 minuten, waarna er nog ruim een half uur de tijd zal zijn voor vragen en discussie met de zaal en de sprekers. Zijn er hier vragen over? Nee? Dat is fijn. Dan zullen we nu eerst gaan kijken naar het filmpje en de documentaire. Dit zal ongeveer 20 minuten duren. En daarna zal ik dus kort de inhoud van de lezing en de sprekers aan u toelichten. In het westen van Afrika ligt Benin, waar The Hunger Project actief is. Door verschillende factoren van armoede te bestrijden, werkt The Hunger Project hier aan Millennium Doel 1, het halveren van extreme armoede en honger. Ce que je fais, c'est très difficile pour moi dans ce domaine-là. C'est-à-dire, en tant qu'élève, normalement, si tu reviens des cours, toi, tu vas aller tes cours, manger et relier encore le cours que tu veux faire. Mais maintenant, si moi je rentre, c'est comment faire pour s'occuper un peu de mes soeurs avant de revenir encore. C'est ça mon idée premièrement. We work with epicenters, and the epicenters are clusters of village where many villages are working together in order to end hunger and poverty. Nous sommes à l'épicentre de Kissamé. Ici, nous avons la caisse communautaire rurale. C'est elle qui octroie des crédits aux femmes et aux hommes. Et ici, nous avons une unité de santé. Voilà. Qui fait les consultations natales, prénatales et les consultations médicales, de même que la vaccination. Je dis que Noli est une fille exemplaire. À partir de la maison, de l'école, de l'épicentre et même du marché, elle essaie d'apporter un plus. Et elle essaie elle-même aussi de se développer, puisque avec les nombreux événements qui se sont produits chez elle, elle a perdu son papa, sa maman, pourtant elle a continué les classes. Voor Millennium Doel 2 zijn we in Kenia. Terre des Hommes zorgt hier voor educatie van minder bevoorrechte jeugd in de sloppenwijken van Kenia. Zo krijgen die kinderen meer kans op een baan. I used to miss school before 2011 because my family was not financially stable enough to support my school fees. And also we used to go to sell groundnuts in order to get money. When we were selling groundnuts, we used to earn per day 100 to 150 shillings. Welcome to our home. This is where I live with my mother, my six sisters, and my two brothers. These paints are made by, were painted by my brother, who is now in secondary school in Form 2. And this is our television. I like our television so much because it helps us to get news from everywhere, from the world. And this is a suitcase. This is where we put our clothes. Since 2011, I was helped by the Terre des Hommes, and from there, that is when I started going to school full time, because they used to help me to, even now, they help me to pay my school fees. They help us even with food and other things like school uniform and shoes. Terre des Hommes strives towards stopping child exploitation
I think one of the reasons why tourism works in Mukuru is if you look at the informal settlements, there are a lot of vulnerabilities for children, and there's a lot of exploitation as well with children. Tourism has been contributing to the achievement of MDG 2, specifically in ensuring that more children are actually enrolled in primary education. So one specific example is that children who are out of school, for example, due to child labor or any other related aspects, are identified and supported with scholastic materials to actually be able to access or join primary education. Secondly, their parents are also supported with economic activities or income generating activities, so they can be able to improve the family situation, and other children also can gain access to primary education. And all that is actually being done here within Ruben. Aan het randje van Europa ligt Armenië. We kijken bij een project van WECF naar Millenniumdoel 3, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Door watervoorzieningen te verbeteren, versterkt WECF hier de positie van vrouwen. Toen we hier kwamen, was er in het hele dorp één kraan die om de 3 of 4 dagen aangezet werd. Dus mensen hadden eigenlijk geen of veel te weinig water. Wat vooral voor de vrouwen gewoon een hele slechte situatie was. WECF draagt bij aan Millenniumdoel 3 door de leefomgeving van vrouwen te verbeteren en hun positie in het dorp te verbeteren in leidinggevende posities. Водный комитет есть в нашем селе, который занимаются эти активисты. Женщины есть, а мужчины помогают, когда лопнет или вода или что. И мы поставили здесь большие бассейны сделали. Hirda is actief in Somalië, in de Hoorn van Afrika. Hier dragen ze bij aan de gezondheid van kinderen door ze basisgezondheidszorg te bieden, wat past bij Millenniumdoel 4. Dit gebeurt in enorm afgelegen gebieden, wat het een enorme uitdaging maakt. Basically what we are providing to the people of Gedder Hitchon are primary health care, which consists of the MCH, or what you can call it as a health centers, where we provide services to the mother and children. And then we also provide primary health unit, which is the smallest unit of health facility at the community level. And these primary health units are run by community health workers. Waxaan u qabanaa anaga waxaan nahay shaqaale caafimaad taas oo aan u taagannahay mar walba inaan caawino haweenka dhalmada ku jiro 15 up to 49 and child under 5. Iyaga ugu badan dilaaga waxa ah inay u horseedaan waa yar yihiin oo difaacoodana waa yar yahay wixii la siin toos uma qaadanayaan wax alaal wixii magaalada What we are doing as a health organization today is supposed to be done by the Somali government, the Ministry of Health. But due to the absence of Ministry of Health in Somalia, Hirda have taken the responsibilities to provide primary health care to the people of Gedder region or other regions of Somalia. Text to Change werkt in Tanzania aan Millenniumdoel 5. In Tanzania zijn door de Healthy Pregnancy, Healthy Baby SMS Service meer dan 200.000 mensen via SMS bereikt. Mensen ontvangen waardevolle informatie over een gezonde zwangerschap en goede verzorging van baby's. Akawa nifuadia mimi. Nikapenda huduma yao. Nikaamua kujiunga baada ya kujifungua. Umuhimu upo kwa sababu by the way ukiwa mtu kama vile hujui chochote. Yaani kwa mara yako ya kwanza unaamke mjamzito, halafu hujui chochote kuhusu hali ya mwanamke mjamzito.
ni rahisi kufanya kitu ambacho sio sahihi, lakini kupitia SMS wanakutaarifu labda mama mjamzito afanywe hichi na hichi. Kwa hiyo unajifunza. Yaani vipi kwa kujifunza? Kuna umuhimu wa kuendelea kujifunza zaidi. De service heeft eigenlijk binnen de tijd van één zwangerschap, 9 maanden, meer dan 200.000 registranten. Die registranten zijn voornamelijk binnengekomen via de media, waar duidelijke instructies zijn hoe iemand moet registreren, gratis en voor niets. Een van de problemen hier in Tanzania is dat zwangere vrouwen vaak maar 1 keer voor zwangerschapscontrole komen. Minder dan de helft komt maar 4 keer, wat de minimale standaard is. En ook de helft bevalt maar in een ziekenhuis. En het is dus maar een hele beperkte periode waar ze voorlichting kunnen krijgen over hun zwangerschap, over de bevalling en over hoe te zorgen voor hun kind na de bevalling. Dus die sms-berichtjes die helpen enorm om meer voorlichting te geven en om de zwangere vrouw ook beter voor te bereiden op de bevalling en op de kraamtijd. Mimi naona. Tangia sasa hivi na mimba miezi 30, wiki 30 mpaka nitakapojifungua wiki ya nimesahau sijui wiki ya ngapi ya 36. Na pia itanisaidia kwa sababu Mungu akinisaidia nikishajifungua mtoto wangu nitatumiwa tena message. Maana kabla sijananiliu nipo jisajili waniuliza mimba yangu ina miezi mingapi. Kwa hiyo mpaka miezi 9 watajua sasa nimeshajifungua. Hospitaalbroeders werkt in Sierra Leone aan doel 6, het bestrijden van HIV, AIDS, malaria en andere dodelijke ziektes. Ze bestrijden en voorkomen ziektes. The hospital brothers are brothers who are dedicated in the church towards the sick, the needy and poor people that come into their various premises. And here in the hospital we are rendering and general medical practices to the people of Sierra Leone. So, but when I came yesterday, they dictated that the pressure and malaria. So, but this morning, I thank God that they have treated me yesterday so good. If the hospital was not here, I think that I died yesterday. Malaria is a current situation. We have HIV. I would say tuberculosis is another. So these are the 3 categories of diseases invading the Sierra Leone community. Drugs are affordable here for patients. So most of our patients do come from Freetown, even the neighboring Guinea. And the influx of patients, we thought it fit as a hospital to train nurses here, because to get nurses from Freetown is very difficult. But by training our own personnel will be able to convince them to work for the community where they have learned. When I first came to the nursing school, I was a novice. I don't know anything about nursing. So like now I have learned about certain disease conditions and how to treat them and how they occur. For the past years, it was difficult for us to have healthcare and personnel. So now since the education has been incorporated into the country, we can produce our own healthcare personnel, and that will help us to minimize the infant and mortality rate in the country. Voor Millennium Doel 7 zijn we in Mali. SNV zet zich hier in voor een meer duurzaam leefmilieu door het verbeteren van bewustwording van hygiëne op scholen en in gemeenschappen door het gehele land. J'ai appris à l'école pour l'hygiène en milieu scolaire que les enfants doivent se laver les mains obligatoirement pour après être sortis du toilette, avant d'aller manger à la récréation. Et les enfants ne doivent jamais manger sans se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Je gagne ma santé en évitant des maladies très très graves comme la diarrhée, la poliomyélite ou le choléra. La SNV est l'organisation néerlandaise de développement qui œuvre aussi au Mali depuis plus de 30 ans. Dans le secteur de l'eau, hygiène et assainissement, la SNV travaille sur 3 produits principalement. Il y a l'hygiène et assainissement pour tous, il y a la promotion de l'hygiène en milieu scolaire
Et il y a aussi la fonctionnalité des ouvrages d'assainissement. Concernant la promotion de l'hygiène en milieu scolaire, la SNV vise à mettre en place des conditions au niveau des écoles de durabilité des ouvrages eau, hygiène et assainissement et travaille beaucoup sur l'information et la sensibilisation des acteurs pour un changement positif de comportement. Le projet couvre 157 écoles, soit 66 000 enfants qui sont touchés. Actuellement aussi, le projet a renforcé les capacités de plus de 2 000 enseignants. Nous envisageons étendre cette expérience-là sur d'autres écoles. Notre projet, du fait que ça vise à améliorer les conditions d'utilisation des points d'eau et les toilettes, les latrines, avoir un dispositif de lave-main dans les écoles, contribue efficacement à l'atteinte des EMD 7. Midden in Latijns-Amerika ligt Bolivia. Hier werkt Text2Change aan Millennium Doel 8, Mondiaal Samenwerkingsverband voor Ontwikkeling. En moderne technologie speelt hier een hele grote rol in. Text2Change está dedicada a la tecnología móvil con convenios con los socios locales en Bolivia. En la parte de productores con mensajes de textos interactivos, los cuales reciben información sobre agricultura, sobre alerta temprana, cambios climáticos, información que necesita el productor para mejorar su calidad de vida y mejorar sus ingresos. Chay, kay primera vez kay mensaje esto no recibishane. Walek rich awang mano chay gorgo khosmanta gay na tarde wa washne khawargan ku gorgo khosmanta may pishe papa monto nasgan a chay chay pe khorosta alya ne wan ku chem tagne sa akhna nargan chay ta gorgo khosmanta walek kuno gamang rich awan chay una papa ku eda kon chay khoruman hal chanapa chay gona no gamang chay mensaje walek rich am hena mant hena tashtam kapseta kon chay mensaje sa pishana pa. Entonces esto no ha visto la necesidad de poder entrar con la tecnología móvil y utilizarlo en las comunidades donde realmente lo necesitan y pueden tener información en el momento preciso. Bueno, nosotros estamos seguros como Text2Change haber alcanzado los objetivos de desarrollo del Millennium, ya que es parte de uno de los objetivos, es el de brindar tecnologías al sector de desarrollo económico, a los cuales la tecnología, tanto móvil como TIC, ayuda, apoya al servicio de desarrollo, ¿no? Y eso le permite alcanzar mayor información y nos permite, ¿no?, tener informado y actualizado a grupos de personas que no tienen acceso en este momento a través de alguna nueva tecnología como Internet, pero lo pueden hacer a través de la tecnología móvil. We hebben nu iets uitgebreider gekeken naar de millenniumdoelen, omdat ik me voor kan stellen dat niet iedereen nog weet wat bijvoorbeeld de eerste drie doelen waren. We hebben nu nog een klein filmpje van ongeveer 2 minuten die even samenvat wat alle millenniumdoelen ook weer zijn. Back in 2000, the UN created the Millennium Development Goals in an effort to improve life in developing regions by 2015. How far did we get? Extreme poverty rates have been cut in half, but 1 in 8 people worldwide still go hungry. Enrollment in primary education increased from 83 to 90%, yet 1 out of 10 primary school-age kids are not in the classroom. Gender equality has been met at the primary school level, but women still hold less secure jobs than men. 17,000 fewer children die each day, but 6 million are still dying before their 5th birthday. Maternal mortality fell 45%,
Though, only half of women in developing regions get recommended prenatal care. HIV infections and malaria deaths declined by more than 40%. Still, every hour, 50 young women are infected with HIV. More than a quarter of the world's population got improved sanitation, but 2.5 billion people still don't have basic sanitation like toilets. Economic trade continues to improve, and aid money hit a record of $134.8 billion in 2013. But focus is shifting away from the poorest countries, countries where these goals are least met. As 2015 approaches, we've achieved a lot, but there's still much to do. Want more? Download the AJ Plus mobile app and join the conversation. Available in your app store now. Nou, mocht u dus meer willen weten, dan weet u waar u moet zijn. De millenniumdoelen dus. Zoals in het filmpje al werd gezegd, zijn de millenniumdoelen opgesteld door de VN in 2000. En zijn toen ondertekend door de regeringsleiders van 189 landen. Hoewel het voor de hand ligt om vanavond de balans op te maken en te kijken waarom sommige doelen wel zijn behaald en waarom niet, is dit niet het hoofddoel van de avond en van deze lezing. Het is namelijk al lange tijd duidelijk dat niet alle doelen zijn behaald. En het is zelfs al enkele jaren duidelijk dat er voor na 2015 nieuwe doelen zijn opgesteld. De zogenaamde Sustainable Development Goals. Waar we het vanavond echt wel over gaan hebben, is een thema dat lange tijd onderbelicht is gebleven bij de millenniumdoelen. Namelijk hoe het bedrijfsleven en de gemeente zich bezighouden met de millenniumdoelen. De titel van deze lezing spreekt hierbij niet tot de verbeelding. Groot goed of groot geld? Vanavond zullen we kijken wat de invloed is van het bedrijfsleven en de gemeentes bij de invulling van de millenniumdoelen. Hebben ze zich voornamelijk gefocust op groot geld of toch meer op groot goed? Aan de ene kant hebben de gemeentes en het bedrijfsleven namelijk wel de middelen en de potentie om echt een verschil te maken. Dit zullen we gaan doen met onze twee sprekers. Onze eerste spreker van de avond is Wim Elving. Hij is werkzaam als hoogleraar Corporate Communication aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zal het vandaag gaan hebben over de combinatie bedrijfsleven en de millenniumdoelen. Onze tweede spreker van de avond is Desiree van der Ven. Zij is coördinator van internationale zaken bij de gemeente Utrecht en zal zich gaan focussen op de invulling van de millenniumdoelen en de Sustainable Development Goals in de gemeente Utrecht zelf. Dan zou ik nu graag een hartelijk applaus willen vragen voor ons eerste spreker van de avond, Wim Elving. Staan we de sluiten? Ja. Ik werk dus bij de nieuwe universiteit. Universiteit van Amsterdam. Helaas, ik ben nog geen hoogleraar, misschien is dat teleurstellend, maar ik ben gewoon docent. Ik geef onderwijs en doe onderzoek. En na morgen begint mijn sabbatical van 10 maanden, dus daar kijk ik heel erg naar uit. Dit is een beetje de agenda. Stel vragen als die er zijn, onduidelijkheden. Helemaal goed. Ja, wie ben ik? Ik heb gestudeerd in Groningen. Ik ben vervolgens gepromoveerd in Twente, in 1999 al. En ik werk bij de afdeling communicatiewetenschap, corporate communicatie. En ja, corporate communicatie is de communicatie van bedrijven. Ik doe wat andere dingen. Ik ben onder andere gastprofessor in verschillende landen geweest. En ik vlieg over 4 weken weer naar Madrid voor een beetje les. Ik ben getrouwd met Plaske en dat is de moeder van Plaske. Dus weet jullie hoe ik dit zeg. Millenniumdoelen, nou we hebben ze net gezien. En ik weet niet of jullie bedrijven kennen, dat zal. En ze kunnen er best wel wat aan doen. Misschien doen ze er ook wel iets aan, maar... Dat doen ze eigenlijk toch meestal wel uit eigen belang. En dat is het belang van de reputatie, het goede beeld dat wij dan hebben. Van god, dat is fijn dat ze er iets aan doen.
En we noemen dat in de wetenschap, noemen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen. En als je dan even kijkt, wat zijn nou de verantwoordelijkheden van bedrijven, dat begint dat met een economische verantwoordelijkheid. Je moet gewoon winst maken, anders kan je niet bestaan als bedrijf. Daar moeten we ook niet lullig over doen dat dat vervelend is. Als ze geen winst maken, kunnen ze geen salaris betalen. Ze kunnen ook geen bonussen betalen natuurlijk, dat zal wel fijn zijn, maar economic responsibility, economische verantwoordelijkheid, is toch het begin van een bedrijf. Dan moet je je natuurlijk aan de wet houden. Dus het kader, wet, Nederlandse wet, daar moet je aan houden. Dat wordt natuurlijk al een beetje anders als we kijken naar lage lonen landen. En productiebedrijven die hun productie, omdat Nederlandse werknemers nu gewoon een redelijk salaris krijgen, dan naar Vietnam of China of Laos of hoe het ook maar mag heten, waar ze voor minder dan 1,50 per uur willen werken. Nou, daar staan wij niet voor op. Maar dat is voor die bedrijven natuurlijk aantrekkelijk. Dus daar begint het al een beetje te schuiven. Ethische verantwoordelijkheid. Nou, we hebben net hele mooie filmpjes gezien over de derde wereld, medicijnen. Farmaceuten zijn helemaal niet geïnteresseerd in de derde wereld. Dat kost eigenlijk alleen maar geld om daar medicijnen te verspreiden. En er is zelfs een topman van Bayer, een van die grote farmaceuten, heeft ooit gezegd, oh, wij ontwikkelen eigenlijk alleen maar medicijnen voor de westerse wereld, want daar kunnen we geld aan verdienen. Dus daar begint het ook al een beetje te schuiven. Nou, als bedrijven nou echt iets voor de samenleving doen, dan noemen we dat wel de discretionaire of de filantropische verantwoordelijkheid die bedrijven dan op zich nemen. En die kan verder gaan. Bij de meeste bedrijven, zelfs in het MKB, maar zeker bij multinationals of de grote bedrijven, de General Motors, de Apples en de Samsungs. Als je naar een website gaat, dan zie je ergens corporate social responsibility. Ergens staat wel een aantal pagina's, heel veel zelfs tegenwoordig, staat uitgelegd hoe zij hun positie in de maatschappij zien. En dat staat heel leuk op papier en dat is ook wat wij studenten leren natuurlijk binnen communicatiewetenschap. Hoe schrijf je dat op? Maar het gaat er natuurlijk om wat je daadwerkelijk doet. MVO, zoals gezegd. Nou, er wordt vaak meer gegeven als de triple P. En dat gaat dan om de domeinen people, planet en profit. Nou, er is wel iets bij voor te stellen. Ik heb er nog even een slideje aan toegevoegd. En profit, dat gaat over de verdeling van de winsten die een organisatie maakt. Belangrijk thema, recent weer heel erg in het nieuws, bonussen. Dat is zo mooi in het Engels heet compensation for the board members. Wat de CEO, wat de baas verdient als salaris. Wat is de redelijk daarin? Dat is moeilijk te bepalen. Planet is heel eenvoudig. Duurzaamheid, afvalstoffen verminderen, spaarlampen gebruiken, het wagenpark duurzamer maken, elektrisch rijden. Het zijn allemaal hele bekende en makkelijk te realiseren doelen. En people, ja, dit is helping on the developing and needing persons. Door mensen een baan te geven, help je ze natuurlijk al. Dat is vrij duidelijk. Maar bedrijven weten daar nogal eens in te overdrijven. Dus ja, dan zie je, en zeker als ze dat in een marketing gaan gebruiken, dan wordt het echt wel een beetje naargeestig af en toe. Van, deze is van Shell. En ik heb hem ooit eens opgevraagd bij Shell, maar ik mocht het niet gebruiken. Maar ja, hij staat gewoon op het internet. Dus. En dit is ook heel leuk. Chevron die zegt van ja, we laten elkaar echt de auto meer staan. Ja, iedere druppel is groen, natuurlijk. En ja, die zaak die krijgt de natuur uit, of de benzine uit die boom. Deze is nog erger. Dit is zo'n Amerikaanse Kentucky Fried Chicken. En dan krijg je zo'n mega cola. En oké, okay, nou, dat geeft dan wel iets voor tegen diabetes. Wel, als je drinkt, is er vooral die kans van diabetes, maar wij zorgen dan wel voor je. En misschien hebben jullie wel eens van Foxconn gehoord. Kijk naar je mobieltje, naar je smartphone. Heel grote kans dat die daar is geproduceerd. Nou, dat zijn werkdagen van meer dan 12 uur. Een heel laag loon. Er kwam steeds meer in de media over de slechte werkomstandigheden.
Dus denkt de PR-afdeling van Foxconn, kom, we gaan een paar mensen een t-shirtje aandoen. En I love Foxconn. En je ziet ook aan de uitstraling dat ze erg happy zijn om daar te werken. Dat straalt eraf. En ook Nike heeft jarenlang natuurlijk een beetje onder druk gelegen over de sweatshops, met name in Zuidoost-Azië. Bedrijven, ja, die doen het natuurlijk alleen maar om een winst te verhogen. En die willen eigenlijk ons een beetje voor de gek houden met al hun maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen. Ik wil de goede daar niet nalaten. Er zullen echt bedrijven zijn die het echt goed met ons voor hebben, met de wereld voor hebben. Maar ze zijn in hun communicatie, in hun PR, zijn ze soms een beetje erg. En dat gaat een beetje tegenspelen. Want als we kijken naar hoe de wereld zich veranderd heeft in de 10 jaar, zie je het bovenste plaatje de benoeming van de vorige paus. Hij kwam uit Duitsland, geloof ik, in 2005. En in 2013 zie je dat iedereen een reporter is geworden. Iedereen staat daar met zijn mobieltje en wil Facebook, Twitter, Instagram en waar dan ook, wil zijn eigen beeldje creëren van de installatie van de nieuwe paus. Daar hebben bedrijven ook steeds meer last van. De samenleving roept ze toch op om echt te zijn. De netwerksamenleving, we zijn allemaal in staat om reporter te zijn. We gebruiken onze eigen kanalen, Facebook, Twitter. Soms succesvol, soms niet. En dat doen NGO's ook, zoals Greenpeace. Het filmpje wat ik, je moet het tegen kunnen. Het volgende filmpje wat ik laat zien is van Nestlé. Of dat is van Greenpeace, over Nestlé. En dat gaat over palm en de palmoliewinning in Zuid-Amerika. De reactie van Nestlé was van, we vinden het allemaal goed dat jullie kritiek hebben en we luisteren naar. Maar ga nou niet alsjeblieft met ons logo zitten spelen. Dat vinden we niet aardig. Nou, je kunt raden wat er gebeurt. Er zijn natuurlijk echt heel veel versies van het logo. En dit is het filmpje. Nestlé is een heel interessant, het is een heel groot bedrijf, dat weten jullie. Maar ze vinden bijvoorbeeld ook niet dat wij recht hebben op water, dat dat geen mensenrecht is. Oftewel, zij mogen gratis het water oppompen op verschillende plekken in de VS, maar ook in Europa. Stoppen dat in die flesjes die wij allemaal kopen, moeten we ook in stoppen, gewoon navullen dat die. En die verdienen daar heel veel geld aan. En zo'n gemeenschap die begint steeds meer nadelen te ondervangen van dat water weggepompt wordt. Dat interesseert Nestlé helemaal niets. Iets lokaler. Kennen jullie misschien de reclame van NUON wel niemand? Niemand wil te veel betalen voor elektriciteitsbereken. Nou, Greenpeace is dat wel. Dit is niemand. Niemand is elke dag op televisie. Want niemand heeft genoeg geld om reclame te maken. Niemand praat graag over het milieu. Over die zolderlamp die altijd brandt. Over lichtmasten die aanblijven als iedereen weg is. Of over de hele nacht verlichte kantoren. Niemand beweert van het klimaat te houden. Maar niemand plant ondertussen wel een kolencentrale aan de Waddenzee. En niemand weet dat de Waddenzee op de werelderfgoedlijst staat. Maar dat lijkt niemand niets te kunnen schelen.
Laat niemand weten dat iemand dit niet oké vindt. Nuon plant een kolencentrale aan de Waddenzee. Stop Nuon op stopofikzegop.nl. Nou, ook heel helder. Je moet niet die kolencentrale aan de Waddenzee bouwen, vind Greenpeace. Daar kan je het mee eens zijn, kan je het niet mee eens zijn. Nuon was het er natuurlijk niet mee eens. Het gaat hier om geld maken. Waddenzee is een relatief goedkoop gebied om te bouwen. Dus ja, waarom zou je hem aan de Zuidas in Amsterdam neerzetten als je hem daar goedkoop neer kunt zetten enzovoort. Als je echt bij Nuon op de website kijkt, dan zijn ze heel verantwoordelijk bezig. Heel erg bezig met energiebezuiniging, natuurbeheer. Ze steunen allerlei goede doelen en de Nuon Solar Challenge enzovoort. Dat is een beetje dus in tegenspraak met hoe ze daadwerkelijk opereren. En daar gaat het natuurlijk om. Het is wat je op een website of in een jaarverslag vertelt. Ja, dat staat mooi op papier, maar het gaat om de echte acties. Het laatste filmpje, geïnspireerd door wat collega's recent die ik ontmoette op een leuk congres in Miami. En dat waren Denen en die vonden het volgende filmpje toch wel heel erg voor hun Lego. Je ziet het Shell logo al op de Lego steentjes staan. Misschien de jongens hebben vroeger, misschien meisjes op Delta. Ik heb ze vroeger wel gehad, die mooie steentjes met dat Shell logo. Ja, dat krijgt natuurlijk een beetje een dubbele bodem als je het hoort over de boringen aan de noordelijke kant, de Arctic. Mooi filmpje weer van Green. Collega's die begonnen dus heel erg over ja, maar Lego is toch geen partij in het spel tussen Shell en Greenpeace. Maar de Greenpeace had zoiets van: dit is een mooi icoonbedrijf. Lego is natuurlijk een icoonbedrijf, we kennen allemaal Lego. En Greenpeace heeft het voor elkaar gekregen. In het begin, dat was juli afgelopen zomer, heeft Lego echt gereageerd van, ja sorry, hier hebben we niets mee te maken. We hebben een overeenkomst met Lego dat wij af en toe een beetje het logo op die steentjes plakken. Een overeenkomst met Shell dat we dat logo op die steentjes plakken. Nou, dit is natuurlijk miljoenen keer bekeken op YouTube. En nagaan, dus een paar maanden later heeft Lego gezegd van, nou, we gaan de overeenkomst met Shell gaan we opzeggen. En dat was het doel van Greenpeace natuurlijk. En laten we dan onszelf niet voor de gek houden, wij worden voor de gek gehouden. Kennen jullie, ik kies bewust op producten? Ja. Is dat gezonder? Nee. Het is bedacht door de industrie. Het staat ook op mayonaise, bedoel. En dan is die mayonaise wel net iets gezonder dan de andere mayonaise. Maar het is bedacht door de industrie. De industrie betaalt een commissie van wetenschappers. En die beoordelen dan of producten in die categorie gaan. Ja, je wordt voor de gek gehouden. Het is niet per se gezonder. En er zijn meer termen. Biologisch afbreekbaar, jongens. Geloof het niet. Koop geen vrije uitloop eieren.
Ook al staat die deur maar 5 minuten per dag open zonder dat de kip het door heeft, dan mogen die eieren het label vrije uitloop hebben. En je betaalt er ook nog meer voor, dus kijk, net zo goed die bio-eieren kopen. Non-toxic, recyclable, ja, uiteindelijk als je miljoenen jaren bekijkt, dan zal alles verdwijnen. Deze greenwashing termen, en, nou, gekoppeld aan het thema van vanavond, de millennium doelen. Organisaties die zich heel erg linken aan de Verenigde Naties worden wel eens beschuldigd van bluewashing. Het logo van de Verenigde Naties, ook van Sipsie, is blauw. Ja, dus dat is een beetje van, ja, je linkt je aan zo'n, ja, toch wel ideële organisatie zoals de Verenigde Naties. En daarmee hoop je dat dat positief afstraalt op je reputatie. Is het allemaal zo slecht? Nee, het is niet allemaal zo slecht. Wat Greenpeace doen, wat andere organisaties doen, wat Oxfam Novib aan het doen zijn, is bedrijven toch steeds meer dwingen om echt te worden. He, ga als bedrijf niet presenteren van, jongens, we hebben spaarlampen gebruikt, dus we zijn nu heel erg duurzaam bezig. Of we reduceren ons afval. Dat is een taak van ons allemaal, denk ik, om een duurzamere wereld te creëren. Zeker ook voor bedrijven. Dus het zal wel beter worden, maar er zijn nog wel heel veel termen bedoeld om ons te misleiden. Om ons de indruk te geven van, ja, dit bedrijf doet het heel goed. En ik durf bijna te zeggen dat de meeste bedrijven het eigenlijk helemaal niet goed doen. Dus MVO, Corporate Social Responsibility, wordt steeds belangrijker gevonden. Er is eigenlijk geen bedrijf meer, een beetje bedrijf heeft daar iets over in een jaarverslag op de website. Als ze het in de marketing gaan gebruiken, dan moet je altijd sceptisch worden. Als ze het in een reclame gaan gebruiken, dan is er iets aan de hand. Dan zijn ze echt iets aan het vullen. De netwerksamenleving, nou, je zag de 3 filmpjes die gepresenteerd hebben, die maakt toch, hè, we zijn allemaal reporter, we zijn allemaal getuigen, we kunnen allemaal misstanden aankaarten. Maakt toch dat bedrijven voorzichtiger moeten worden in hun claims op het vlak van milieu, mensenrechten enzovoort. En ja, het is mijn vakgebied. Op papier lijkt het inderdaad vaak indrukwekkend, maar in de praktijk valt het vies tegen. Dank jullie wel. Hartelijk dank voor uw verhaal. Dan zou ik nu graag een applaus willen hebben voor de tweede spreker van de avond, Desiree van der Ven. Nou, ik had wel een heel ander verhaal voor jou verwacht. Ik had je dia's gezien. Ik dacht dat je heel verhaal ging houden over allerlei bedrijven die inderdaad allerlei goede dingen doen om bij te dragen aan millenniumdoelen. Dus ik hoop dat je met mijn verhaal, want ik heb wel een hele positieve insteek. Ik ben benieuwd of je nou vindt dat de gemeente Utrecht ook aan greenwashing doet met wat wij als millenniumgemeente doen. Ik vond het opvallend in het filmpje wat we zagen, de millenniumdoelen, die 8 in die eerste documentaire. Ik vond het heel sterk gericht op hulp. Allemaal mensen helpen met gezondheid, met lezen, met ICT enzovoorts. En het woord klimaat kwam er al nauwelijks in voor. Misschien omdat het 15 jaar geleden nog niet zo'n issue was als nu. Duurzaamheid heb ik weinig teruggehoord. En ik zag ook heel weinig terug van wat kan je eigenlijk doen, wat kunnen wij eigenlijk doen om die millenniumdoelen te behalen daar, behalve helpen en geld geven. Dus nou, dat is iets waar wij als gemeente Utrecht vooral de focus op hebben gelegd. Ik ben Desiree van der Ven, ik heb sociologie gestudeerd hier op de Universiteit Utrecht. Maar ik heb mijn stage ben ik gaan doen in Nicaragua, met het idee om daar 3 maanden te blijven. En uiteindelijk ben ik daar 20 jaar gebleven en heb ik 20 jaar lang allerlei ontwikkelingsprojecten opgezet en begeleid. En daar heb ik geen spijt van. Dus, ik ben sinds 10 jaar hier werkend bij de gemeente Utrecht als coördinator internationale zaken. Dat is eigenlijk een veel breder programma. We doen vooral Europese relaties, ook internationale economische relaties met China, Japan enzovoort. En we doen een programma samen met de stad en dat is het programma Millennium Gemeente. Dan ga ik eens even kijken.
Nou, de titel van deze avond was van Millennium Doelen, groot goed of groot geld. Nou, dat vind ik voor de gemeente Utrecht echt niet van toepassing. Op lokaal niveau gaat het juist om hele kleine initiatieven van betrokken bewoners. Het gaat ook niet om heel veel geld, maar wel om heel veel mensen die erbij betrokken zijn. Trouwens, deze meetlat, ik weet niet of jullie die nog kennen, van 8 Millennium Doelen, die kreeg ik in 2005 van toenmalig minister van Aardenne, ik weet niet of jullie nog kennen, van ontwikkelingssamenwerking in de tijd. Dat was toen die Millennium Doelen net bedacht waren. En ze vroeg dan aan de zaal wie van de aanwezigen die Millennium Doelen ondersteunde. En ik was eigenlijk de enige die ze niet ondersteunde. Dat is heel verrassend, want meestal, hè, wie kan er nou tegen de Millennium Doelen zijn? Ik vond echter die doelen te ingewikkeld. Het waren veel te veel en ik vroeg me af, hoe ga je dat nou aan mensen communiceren, die 8 doelen? Mensen kunnen eigenlijk maar 3 dingen ontvangen, hè, van A, B en C en niet allerlei verschillende doelen. Dus hoe communiceer je dat? Hoe kun je dat naar mensen uitleggen, vroeg ik haar. Nou, om die reden gaf ze mij die meetlat en zei ze, nou dan kan je ze leren om ze te onthouden. Het is me wel gelukt, maar het kost me nog steeds veel moeite om ze alle 8 op te kunnen noemen. Erger nog, in 2007 besloot de gemeente Utrecht om millenniumgemeente te worden. En aan mij de taak om daar een programma voor te verzinnen. Terwijl ik de enige was die tegen die millenniumdoelen was. Nou, de gedachte was, de gemeente werd uitgenodigd om mee te doen met die millenniumgemeentecampagne met het idee van als je nou op elk niveau, internationaal, nationaal en lokaal een bijdrage levert, dan moet het lukken om die doelen te behalen. En als ook iedereen, dus overheden, bedrijfsleven, burgers, onderwijsinstellingen, samen een bijdrage leveren, dan zou dat elkaar versterken. En zo moest het lukken, was de gedachte. En het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking was in die jaren nog ontzettend groot in Nederland. Er zijn toen peilingen gedaan en 80% van de Nederlanders was voor ontwikkelingssamenwerking. Nou, als je het vandaag vraagt, denk ik dat het is gedaald tot misschien 20% of zo. Nou, ik wilde in Utrecht, wat ik ook net zei, die ontwikkelingssamenwerking ver weg verbinden aan duurzaamheid en milieu hier. Want echte armoede en de gevolgen van klimaatverandering zijn heel ver weg. Milieu en duurzaamheid, het is heel dichtbij. Het zijn vaak 2 verschillende werelden. Mensen die bezig zijn met milieu en duurzaamheid in Utrecht, zijn toch andere mensen die bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking. Nou, in die 2 werelden wilde ik aan elkaar verbinden met onze millenniumgemeentecampagne. En daarom werkte ik een strategie uit om die particuliere initiatieven in Utrecht aan elkaar te verbinden. Toen hebben we een team 2015 opgericht en die was in staat om in Utrecht meer dan 100 initiatieven bij elkaar te brengen. En als je het hier ziet, er waren eigenlijk best heel veel initiatieven in Utrecht die zich bezighielden met allerlei verschillende projecten. Van pure jute tot fair trade, tot Stedenwand Utrecht-Lyon. Je hebt Impulses van ICO, die deed aan fondsenverdubbeling. Livebeeld was actief. Nou, SIP bijvoorbeeld is ook een van de organisaties die zich inzet. En zo zijn er in Utrecht 100 van dit soort organisaties die allemaal een eigen website hebben en allemaal allerlei mensen proberen te bereiken voor hun goede doel. Wat ik wilde met het team 2005 in Utrecht is meer samenwerking bereiken, zodat je ook meer impact hebt. Zodat mensen ook duidelijk zien wat zo'n stad nou eigenlijk wil met die millenniumdoelen. En tegelijkertijd zette de gemeente Utrecht zelf in op lagere energieconsumptie, met woningisolatie bijvoorbeeld, programma's voor duurzaam inkoopbeleid en duurzaam vervoer in de stad. Met het idee van je kan wel wat daar doen, maar het gaat eigenlijk vooral ook om wat je hier doet. Nou, de gemeente Utrecht wilde tegelijk ook inzetten op milieuverbetering aan de bron. Ik denk dat daar het vooral om gaat. En wij hebben een stedenband met de stad Lyon in Nicaragua, waar ik dus 20 jaar heb gewerkt. En daar hebben we 400 hectare bosplantages aangelegd met 60 boeren. Met het idee, we gaan niet alleen maar praten over die millenniumdoelen, maar we gaan er ook wat aan doen zelf. Nou, vrouwen hebben daar cacao geplant op de patio's en de chocolademakers in Amsterdam, die maken daar een chocolade van. Dat is deze bijvoorbeeld, die krijgen jullie zometeen in de pauze, kan je die proeven. Maar het idee is dat je een herkenbaar bos hebt, wat mensen in Utrecht kennen. Ze weten dat het bestaat, dat het echt is. En je kan dus door die chocolade te produceren en te kopen, kan je daar concreet mensen een inkomen geven. En je weet dat je bijdraagt aan een duurzaam bosproject. En er was ook een idee van, heb je een ver bos, en dan breng je dan dichtbij hier in Utrecht.
En zo hebben die boeren daar een vaste afnemer voor hun cacao. Er staan nu ook bijenkasten tussen, dat was een erefoto te zien. Dus we zijn ook begonnen met de productie en de export van honing uit die bosplantages. En ze zijn eindelijk afgelopen maand, na ik denk een jaar of drie van uitzoekwerk, zijn ze gecertificeerd. Die hele certificering, die Fair Trade certificering en de Rainbow Forest Alliance certificering, is een ontzettend ingewikkeld proces. Kost heel veel tijd en heel veel geld. Maar ja, je moet wel als mensen ook twijfelen, hè, en verhalen rondstrooien dat ook Fair Trade niet meer te vertrouwen is. Dat mensen ook gaan zeggen, ja, maar het is helemaal niet waar, al die projecten, en dat ze krijgen helemaal niet meer geld. Nou, om die reden ben je dus eigenlijk 3 jaar bezig. In dit geval om alle bomen, blaadjes, alle plantages, om die allemaal te tellen en in beeld te brengen. Om te kunnen bewijzen dat het bos echt is. Dat hebben we gedaan. En dat werkte, al die ideeën die we hier in Utrecht hebben samengebracht. Want Utrecht werd in 2010 uitgeroepen als meest inspirerende millenniumgemeente van Nederland. Utrecht was een goed voorbeeld voor andere Nederlandse steden. Door die koppeling tussen ontwikkelingssamenwerking, ver weg en duurzaamheid. En ook de relatie tussen praten over millenniumdoelen en ook concreet iets doen. Nou, 5 jaar later loopt het programma ten einde. Millenniumdoelen zijn behaald. Nou ja, niet. Op onderdelen wel, maar er is best wel wat verbeterd, zoals je ook net in beeld bracht. Het heeft wel een positief effect gehad. Maar helaas is het draagvlak in Nederland voor de millenniumdoelen voor ontwikkelingssamenwerking toch wel gedaald. Want die hele economische crisis gooide behoorlijk wat roet in het eten. En we maken ons eigenlijk nu meer zorgen over terrorisme en onze eigen veiligheid dan over klimaat bijvoorbeeld of problemen wereldwijd. Maar ook van veiligheid en terrorisme zou je kunnen zeggen, je moet de problemen ook daar aan de bron aanpakken. Want waarom zijn mensen zo ontevreden en wat dragen wij zelf bij met onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen hier in Nederland? Dus je zou ook eens moeten praten over kinderarbeid in de kledingindustrie. En een relatie blijven leggen tussen daar en tussen hier. Een grappig voorbeeld is bijvoorbeeld nu, ik weet niet of jullie het weten, dat de Primark zich in de V&D in Utrecht wil vestigen. En het gaat tegenwoordig ook niet zo, maar er is nu een Facebookpagina opgericht voor mensen die tegen de komst van de Primark zijn. En een andere Facebookpagina voor mensen die voor de komst van de Primark zijn. En het is gewoon, ik weet niet of jullie het een beetje gevolgd hebben, maar je kan dus zien hele discussies over waar wordt die kleding van de Primark wordt die geproduceerd. En hoe kan het dat die kleding zo goedkoop is. En als je dan kleding koopt, waarom ga je dan een hele hoop kleding voor weinig geld kopen in plaats van één goed duurzaam kledingstuk. En wat ik wel interessant vind om te zien is dat er dus nu een winkelketen in Utrecht wil komen. En dat er toch een hele discussie ontstaat op social media over het voor en het tegen van zo'n winkelketen, van niemand weet hoe die kleren worden geproduceerd. Dus ik denk dat is echt winst van Utrecht, dat mensen daar gewoon bewust mee bezig zijn en over discussiëren. Nou, er zijn gelukkig in Utrecht meer dan 100 horecabedrijven die kiezen voor Fairtrade producten, dankzij de werkgroep Utrecht Fairtrade. Maar ja, vorige week was ik ook in het Utrecht Science Park, ik denk dat velen van jullie daar studeren. En daar staat een winterkas en elke dag zijn er andere presentaties over duurzaamheid. En ik vertelde iets over de klimaatbossen in Lyon. En ik vroeg aan studenten wat ze daarvan vonden, van het project. En wat wij nou zouden kunnen doen om zo'n project ver weg een beetje dichter bij Utrecht te kunnen brengen. Ja, en eigenlijk zeiden ze dat ze dat eigenlijk veel te ver weg vonden. Dat eigenlijk helemaal niet zo interessant vonden en liever bezig waren met duurzaamheidsproblemen hier. Dus toen vroeg ik van, goh, eten jullie eigenlijk wel eens pinda's? Toen zei ik van, ja, ik eet altijd wel pinda's. Ja, hoezo? Ik zeg, ja, weet je hoe pinda's geproduceerd worden? Weet je dat boeren in arme landen hele gebieden ontbossen om pinda's te kunnen produceren? En weet je wel waar je kleding vandaan komt? Nou, dat zijn toch dingen waarvan ik denk, die moet je blijven vragen aan elkaar. Als je blijft consumeren zoals we dat nu doen. Nou, en ik denk dat dat is iets wat je als millenniumgemeente kan doen. En dat is wat wij in Utrecht dus pro steeds blijven stimuleren, dat debat. Nou, ik ben het nog steeds eigenlijk niet met die minister eens. De millenniumdoelen vind ik nog steeds moeilijk uit te leggen. En ja, dat blijkt ook omdat heel weinig mensen ze kennen en weinig mensen er echt interesse in hebben. Dus ik zou eerder zeggen, waarom gaan we geen millenniumdoelen voor onszelf formuleren?
En waarom zeggen we niet bijvoorbeeld, al mijn kleding moet duurzaam geproduceerd zijn? Of ik wil alleen in een auto stappen als die CO2-neutraal is. En je zou ook eens kunnen denken aan doelen voor onszelf, om anders te consumeren, in plaats van doelen om anderen te helpen. We hebben het Millennium Gemeenteprogramma Utrecht laten evalueren en de conclusies zijn positief. Een deel heeft de Universiteit Utrecht die heeft heel veel organisaties geïnterviewd, heeft allerlei de kosten en de baten in beeld gebracht. En de conclusie is dat Utrecht andere gemeenten inspireert om ook aan de Millennium Doelen mee te werken op deze manier. Bijzonder in Utrecht is dat we heel veel jongeren bereiken. Dat lukt in andere steden vaak niet. Ik denk dat dat komt omdat we een team hebben van jongeren, Team 2015, een actieve Fair2Trade werkgroep. En omdat we jongeren de ruimte geven om zelf dingen te organiseren en activiteiten op te zetten. Nou, ze hebben bijvoorbeeld hier, noem maar wat, voorbeeld de Fair Fashion Modeshow gehad. Of de Stoere Vrouwen, ik weet niet of jullie ze kennen. Het zijn, kent iemand Stoere Vrouwen hier in Utrecht? Nou, er zijn vrouwen die gaan vaak in negerkleding gekleed en hebben ze roze pumps aan en roze baretten op. En dan marcheren ze door de stad en dan vragen ze aan mensen, goh, waar heb jij je kleding gekocht of waar heb jij je chocola vandaan? En weet je waar je pindas vandaan komen? Het zijn eigenlijk groepen vrijwilligers die elke zaterdag door de stad wandelen om mensen te vragen naar hun duurzaam koopgedrag. Nou, dat soort dingen zijn denk ik activiteiten die jongeren graag doen. We hebben ook de bewoners gevraagd wat ze vonden van de Millennium Doelen. En opvallend, 62% van de Utrechtse bewoners vindt dat de gemeente de Millennium Doelen financieel moet ondersteunen. Nou, dat vond ik echt een ontzettend verrassende uitspraak. De meeste mensen zijn altijd tegen allerlei projecten die de gemeente ondersteunt. Maar hier is 62% positief. En 86% zei dat ze eigenlijk er meer vanaf wilden weten. En dat ze vinden dat de gemeente er meer over moet communiceren. Dus dat vond ik wel heel indrukwekkend. En dat vinden we ook een mooi uitgangspunt om na te denken over de Utrechtse inzet voor de nieuwe Sustainable Development Goals. Maar ja, die zijn eigenlijk nog veel moeilijker. Het zijn namelijk 4 hoofddoelen en 17 subdoelen. Dus ik vraag me af hoe we dat gaan communiceren en hoe we daar dan een keuze in moeten gaan maken. En vooral ook wat we dan aan ons eigen gedrag gaan doen. Dus of we ook doelen voor onszelf kunnen gaan formuleren. Nou, dat gaan we vragen aan bewoners en organisaties in de stad. We gaan de komende weken in gesprek. Te beginnen om 30 april. Dan is er in de Jaarbeurs Utrecht een landelijk event. Het heet Think Global Act Local. Het is nog steeds actueel. En dan gaan we in gesprek met organisaties wat wij als stad Utrecht kunnen doen. En nou, ik hoop dat jullie daar ook interesse in hebben. Dat jullie ook mee willen doen met die gesprekken. Ik denk, nou, SIP zal zeker meedoen met het gesprek als geheel. En nou, terugkomt op de titel van vanavond, ook dat gaat niet om veel geld. Wij steken als gemeente eigenlijk helemaal niet zoveel geld in dit hele programma. Maar er zijn wel heel veel mensen bij betrokken. En dat is denk ik de kracht van het Utrechtse Millennium Gemeenteverhaal. Nou, dan is nu pauze, dus dan kunnen jullie allemaal een reepje chocolade proeven. Ja, dank u wel voor uw verhaal. Dan is het inderdaad nu een korte pauze van ongeveer 10 minuten. De chocoladerepen kunt u beneden bij het informatiestandje ophalen. En graag bekertjes en andere drankjes beneden laten. Tot over 10 minuten. Welkom terug iedereen. Ik hoop dat jullie in de pauze met een stukje chocola goed over vragen hebben kunnen nadenken. Want nu volgt de vraag- en discussieronde. Wat gaan we doen? Je kunt een verhelderende vraag stellen aan een van de sprekers. Of juist een hele prikkelende vraag, wat we natuurlijk alleen maar toejuichen. Dus mijn vraag is, zijn er vragen? Ik zie het daar. Er komt een microfoon naar je toe. Oh. Ja, goed. Mevrouw van de Ven al zei... Is het inderdaad zo dat, ja, althans ook in mijn perceptie, dat het grootste deel van de bevolking niet achter ontwikkelingssteun staat. Dus dan zou ik ook aan meneer Elving willen vragen, hoe kunnen wij van bedrijven verwachten dat ze zich
bezig houden met ontwikkelingshulp en allerlei goede projecten, als de bevolking zelf er ook niet achter staat. Het zal toch zo blijven zijn dat mensen, ja, bijvoorbeeld met nu al met die kolencentrale, ja, goed, ik weet ook niet precies hoe die kostenberekening allemaal gaan, maar stel de bevolking zou een keuze hebben gehad tussen of ik denk dat een aantal mensen dat bij Nieuwon weg zouden zijn gegaan vanwege een eventuele kostenverhoging als gevolg van het niet bouwen van de kolencentrale op die goedkope plek. Ja, ik denk dat het hoogst zijn geweest dan de mensen die er weg zouden zijn gegaan vanwege het moralistische standpunt dat daar geen kolencentrale gebouwd mag worden. Dus ja, hoe kunnen we dit met elkaar rijmen? Nog even ophelderen over die 80% die voor ontwikkelingshulp was en nu niet. Ik zelf ben eigenlijk ook inmiddels tegen ontwikkelingshulp. Ik heb het 20 jaar gedaan en ik denk dat we het veel meer moeten zoeken in onze eigen consumptie, verantwoordelijk consumeren. We hadden net ook nog een discussie over chocola, hè, van hoeveel kost die nou wel niet, het is duurder dan andere chocola. En van ja, studenten kunnen dat niet betalen, die kiezen dan toch voor die goedkope. En denk van nee, dan eet je maar de helft van de chocola en dan kan je toch die eerlijke chocola kopen. En het is hetzelfde met die discussie over de Primark. Hè. Dat is heel, je kan het op social media volgen. Mensen zeggen van ja, ik verdien al zo weinig en wil ik een kleding kopen. Dan denk ik van nou, dan koop je in plaats van 5, koop je 2 nieuwe broeken. Dus ik denk dat het belangrijk is om ook daar naartoe te gaan. Van wees verantwoordelijk in je eigen consumptie. En ik denk dat bedrijven daar ook wel degelijk aan willen werken. Dat geloof ik wel. Ik geloof ook dat er een groot deel aan greenwashing is. Maar ik zie ook in Utrecht, dat weten jullie misschien ook, heel veel jonge duurzame start-ups die echt gewoon serieus kiezen voor duurzaam ondernemerschap. Maar u zouden ze dan ook wel eerst plaatsen bij de mensen zelf en pas ten tweede bij de bedrijven? Het is van twee kanten. Zo'n Primark vind ik een mooi voorbeeld van hoe die Primark wil zich hier vestigen. En er ontstaat een hele discussie in de stad van willen wij dat wel of willen we dat niet? En is dat een duurzaam bedrijf? En is dat een eerlijk bedrijf? En wat vinden we er eigenlijk van? Dat is denk ik de richting die we op moeten met z'n allen. Ja, ik ben het met deze idee wel eens. Ga nou eens bij jezelf naar die sokken die je aan hebt. Zijn die door kinderhanden gemaakt? Wil je dat weten? Als je dat weet, dan wil je ze toch niet meer kopen. Dus, en je zag het vorige week in de discussie rond de bonus bij, wat was het, ING, ABN AMRO. Er zijn iets van 1500 mensen zijn overgestapt afgelopen weekend naar de Trioros-bank, die dus een duurzame bank is en niet die bonus betaalt. Nou, als we dat met z'n allen blijven doen, dan dwingen we organisaties ook om duurzamer te worden. Als wij onze ogen sluiten voor de werkomstandigheden in de fabrieken, bijvoorbeeld in Bangladesh, dat Rana Plaza, dat hebben jullie wel gehoord, een paar jaar geleden, de hele fabriekgebouw ingestort is. Als we onze ogen blijven sluiten en bij de Primark willen blijven komen, of bij een ander bedrijf die dit soort producten verkopen, ja, dan zal er nooit iets veranderen. En dan is er voor bedrijven ook geen aanleiding om te veranderen. Direct daarna begonnen ze trouwens, alle kledingmerken begonnen, de schone klerencampagne te ondertekenen. Dus er zit wel, de bedrijven weten echt wel dat ze fout bezig zijn, dat ze op de verkeerde weg bezig zijn. Maar het gaat ook om economische verantwoordelijkheid, het gaat ook om geld verdienen. Dat is heel vervelend in de wereld, maar het is toch heel belangrijk. Oké, dank u wel. Ik zie daarachter een vraag. Goedenavond, allebei bedankt voor uw lezing. Ik heb een vraag voor beide sprekers, mag dat? Ja. Mijn eerste vraag is voor meneer Elfink. U heeft het heel erg over bedrijven, maar ik vraag me af, en bedrijven hebben dan organisaties die hen ter verantwoording kunnen roepen, maar de universiteiten zijn ook steeds meer bedrijven gaan lijken. En hoe zit dat met hun duurzaamheidsbeleid en wie roept, wie kan universiteiten ter verantwoording roepen? Jullie. En
mijn vraag voor mevrouw Van de Ven is die Primark casus of de gemeente Utrecht de bevoegdheid heeft om dat te weren of hoe dat eigenlijk gaat. Tellen die Facebook likes ook echt mee of niet? Eerst even over universiteiten. Jullie kennen de discussie over de nieuwe universiteit, aan mijn universiteit. Meer democratisch, minder afrekenen, transparantie in de financiën. Ik denk dat we dat moeten omschrijven. Aan het begin van die actie dacht ik van ja, dit is geesteswetenschappen die vanuit mijn optiek bij sociale wetenschappen. Ja, ze zijn gewoon heel slordig geweest. Ze hebben hun rekensommetjes niet goed voor elkaar. Zelfs als jij in je portemonnee kijkt en er zit 15 euro in, dan kan je geen 25 uitgeven enzovoort. Maar het is toch een beweging aan het worden en die beweging is wel terecht natuurlijk. Maar die beweging komt vanuit de studenten. Dus ja, wil de universiteit duurzaam worden, en universiteiten doen ook wel vrij veel op dit vlak, moet ik zeggen. Maar heel simpel, jullie kunnen heel makkelijk dwingen om die universiteiten duurzamer te maken. En je ziet nu in Amsterdam dat, misschien ook wel door het onhandige optreden van het college van bestuur, maar dat er daadwerkelijk beweging aan te komen is. Misschien is dat ook wel nodig in Utrecht. Wie weet. De gemeente Utrecht die vindt het belangrijk dat de lokale werkgelegenheid komt, is. En de gemeente Utrecht maakt zich ook zorgen over het verdwijnen van winkelaanbod in de binnenstad. Omdat het aantal inkopen op internet toeneemt. Dus de gemeente trekt heel erg aan bedrijven om zich hier te komen vestigen. Dus de gemeente zal ook niet een uitspraak doen over de Primark of een mening ervoor. Want het is gewoon een legaal bedrijf en die heeft gewoon het recht om zich hier in Utrecht te vestigen. Maar wat wel gebeurt in zo'n discussie is dat de Primark zelf gaat denken van of van oh jee, doe ik er nou wel of niet als er zoveel commotie is in de stad. Of nog beter, ze gaan nadenken over hoe zij hun kleding laten produceren. En misschien doen ze dan een euro per shirt bovenop en dan kunnen ze iemand die de kleding maakt beter betalen. Dus ik denk dat het grootste gevolg van zo'n actie is, die heel onvoorzien was, het is ook eigenlijk nog nooit voorgekomen voor zover ik weet, dat bewoners gaan stemmen wel of niet of er een bedrijf moet komen. Maar ik denk dat vooral de boodschap voor de Primark heel erg duidelijk is. Dan vraag ik me af, hoe kan de gemeente Utrecht de millenniumdoelen onderschrijven, maar in dit geval, en ik begrijp ook dat het wel lastig is, maar ik vind, het is toch... tricky, als je dat zo doet. Ja, dat is inderdaad heel lastig. Wat wij als gemeente kunnen doen is wel ons eigen aankoopbeleid. Dus de gemeente schenkt Fairtrade koffie. Wij werken aan verduurzaming van ons wagenpark. Bij aanbesteding bijvoorbeeld op de nieuwe bussen wordt er echt gekeken naar de meest CO2 of de minst CO2 uitstotende bussen. De gemeente Utrecht zet in op elektrisch vervoer, dus als iemand een elektrische auto koopt, dan krijgt hij gegarandeerd een oplaadpaal bijvoorbeeld. Er wordt enorm veel ingezet, dus de gemeente kan alleen maar over wat de gemeente zelf is werken aan de millenniumdoelen of aan duurzaamheid en stimuleren dat anderen dat ook doen. Maar je kan niet, als gemeente heb je niet een wet in de hand waarin je bedrijven kan dwingen om aan te geven dat ze waar ze hun kleding vandaan halen. Dat is alleen maar, denk ik, voor consumenten mogelijk. Als ik daar wat mag inhaken, dan heb ik eigenlijk een vraag aan u beiden. We hebben uit beide verhalen gehoord. Nou ja, het is soms is er discussie, is fair trade wel fair trade? En nou, we hebben van de schaal van meneer Elving gehoord dat bedrijven zich soms toch ook wel iets mooier voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. In hoeverre is het voor de burger altijd mogelijk om na te gaan of iets wel echt goed is? Ja, dat is volgens mij heel simpel. Als je internettoegang hebt, dan kun je alles opzoeken wat je wil en dan kan je nagaan of een bedrijf echt bezig is met een plaats in de samenleving, duurzaam ondernemen, milieu, omgaan met mensen, een normaal salaris betalen. Dat kan je heel makkelijk vinden. Er zijn heel veel organisaties die daar zich mee bezighouden en die zich daar op richten.
Oké, maar denkt u niet dat het internet een te grote bron van informatie zou kunnen zijn voor de burger? Veel burgers zijn natuurlijk niet altijd heel wetend over wat er speelt. Nee, dan heb je dan een digital divide. Dus de mensen die niet de internetvaardigheden hebben. Maar goed, meestal hebben die wel neefjes, nichtjes, broertjes, zusjes die zich daarbij kunnen helpen. Ik denk niet dat dat een drempel hoeft te zijn. Wat wel een drempel is, en dat ligt, en dat ben ik helemaal met deze idee eens, dat ligt in ons eigen gedrag. Als wij blijven komen bij de Primark, dan zal de Primark hier een vestiging in Utrecht willen hebben. Dan zullen ze daar lekkere winst uittrekken, hoe dat mogelijk is met die goedkope prijzen. Als wij met z'n allen gaan zeggen van nee, maar dat willen we niet meer. We willen niet meer dat die sokken van ons gebruikt worden door die 8-jarige meisjes die eigenlijk op school moeten zitten. Dan hebben we een stem om te laten horen en zaken naar werking te komen. Als wij willen dat er minder vervuiling is, dan moeten we zelf stoppen met onze auto te gebruiken. En niet zeggen onze buurman moet minder auto rijden. Oké, duidelijk. Mevrouw Van Ven, zou u daar nog op willen inhaken? Of? Ja, dat is altijd lastig. Nou, ik heb gezien hoe dat bos, hoeveel moeite het kost om dat te certificeren. We zijn 3 jaar geleden mee begonnen. Dat kost ook hartstikke veel geld. En omdat daar allerlei technici bezoeken moeten brengen. En we moesten die plantages moesten met foto's moesten bewezen worden dat ze niet ontbost waren om vervolgens aan te planten. Dus ze moesten allerlei luchtfoto's opkopen van een landelijk bedrijf in Nicaragua. En het is allemaal heel ingewikkeld, want die landen bestaan dat soort gegevens allemaal niet. En vervolgens moest met GPS moest iemand alle plantages rondlopen en meten met satellietverbindingen en alle bomen. Het zijn gewoon 3 jaar bezig geweest om dat allemaal in beeld te brengen. Waarom? Omdat mensen verhalen rondgingen dat de VR2 niet met vertrouwen was en dat de Rainforest Alliance niet betrouwbaar. Ik denk dat op een gegeven moment een grens aan zit van alles tot op de bodem zelf willen uitzoeken. Want, nou ja, naar dit bos, je kan er naartoe. Daarom was het idee, je kan er naartoe vliegen. Maar ik denk dat je ook op een gegeven moment moet vertrouwen. Fairtrade is toch wel een ander merk dan Nuon die reclame maakt. Dat je op een gegeven moment een aantal merken voor jezelf moet zeggen, nou die keurmerken die vertrouw ik. En dan moet je... Maar vergis je ook niet, hè, hoeveel lobbyisten door bedrijven worden ingezet, bijvoorbeeld over de milieuverandering, hè? De global warming. Ja, daar is behoorlijk kritiek op het rapport geleverd. En sommige kritiek was inhoudelijk terecht. Maar de meeste kritiek komt gewoon van lobbyisten die politici proberen te bewerken. En die lobbyisten worden gewoon betaald door grote bedrijven. En ja, voor geld kan je heel veel voor elkaar krijgen. Dan vind je ook een hoogleraar die zegt van ja, dat rapport staat nergens op. En dat gaan mensen geloven. En dat zal met Fairtrade en Rainforest zal precies hetzelfde gebeuren zijn. Omdat die organisaties dan een belang van een bedrijf, een deelbelang, nou dan denk ik zo'n bedrijf komen gaan inbrengen dat ze niet zo bedrijven zijn. En daarom moeten ze meer controleren enzovoort enzovoort. Duidelijk. Vraag in de zaal. Ik zie daar een vraag. Ik had een vraag aan meneer Elving. Mevrouw Van der Ven die raakte het net al een beetje aan. Dat gaat over het midden- en kleinbedrijf. Ik neem zelf eigenlijk een toename waar mensen daarin weer wat maatschappelijk verantwoord en milieuverantwoord gaan ondernemen. En dat ook een beetje een trend is, misschien ook wel gedeeltelijk, omdat dat tegenwoordig hip is en dan dus ook semi-rendabel is. Ik heb het idee dat uw verhaal vooral betrekking had op multinationals en grote bedrijven. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, hoe ziet u die opkomst bij dat midden- en kleinbedrijf? En doen zij iets? Maakt dat uit? Heeft dat zin? Het maakt zeker uit. Iedere druk telt. Ik heb zelf ook zonnepanelen op mijn dak gelegd, omdat ik dat belangrijk vind. Je ziet het steeds meer. Ik vind het heel mooi in restaurants te zien. Deze jaar vertelde het ook, heel veel restaurants in Utrecht die Fairtrade gebruiken. Als ze een keuze hebben, dan kopen we zelf ook liever biologisch verantwoord voedsel en geen plofkip.
Dus ja, je ziet het steeds meer en dat moet ook. Want het is niet alleen een trend en het is niet alleen hip. Ik denk dat we langzamerhand stop ook steeds meer bewijzen zien voor de klimaatverandering. Ze hebben het alleen helaas een beetje verkeerd gelabeld in het begin. Global warming. Dus iedereen dacht van yes, dat is lekker. We krijgen hier Spaanse, Italiaanse temperaturen. Maar het is gewoon veel extremer weer geworden. En dat zie je gewoon heel, dat valt niet te ontkennen. Zelfs voor klimaatceptici valt dat nu niet meer te ontkennen. Dus de noodzaak dat we iets moeten doen, die wordt steeds groter. En je ziet steeds meer mensen, zie je, bewust daarmee omgaan. En ik vind het ook heel fijn dat de gemeente Utrecht nu de dieselauto's aan het weer is. Volgend jaar geloof ik. Als ik Utrecht met mijn auto binnenrijd, als ik Utrecht binnenrijd, dan zie ik dat bordje staan van mag je volgend jaar Utrecht nog binnenrijden met deze auto? Ik krijg gelukkig nog wel steeds ja te zien. Maar ja, en dat geldt voor ons allemaal en dat geldt ook voor jullie. Wat je kunt doen, ook al lijkt het, dat is een hele kleine bijdrage. Maar het is wel belangrijk om die bijdrage te geven. Dank u wel. Andere vragen? Wie daar een vraag? Hi, hartelijk dank beiden. Ik ben nog even benieuwd aan de hand van niet de vorige vraag, meneer daarvoor. Als antwoord werd gegeven dat je via het internet heel makkelijk kunt achterhalen wie echt bezig is en wie niet. Maar er wordt ongelooflijk veel gezegd en het is heel moeilijk om daar een goede, of in ieder geval voor je gevoel betrouwbare conclusie uit te trekken. Want alle meningen conflicteren. Bijvoorbeeld op het gebied van cacao. Van Nestlé wist ik dat ze bijvoorbeeld de cocoplaan hadden opgezet. En nu hoor ik over KitKat dus dit verhaal waarvan ik denk, ojo, daar gaat er weer in. Hoe kunnen we in godsnaam betrouwbare informatie achterhalen? Ja, de betrouwbare informatie komt toch van organisaties in Nederland zoals de Consumentenbond. Er zijn in mijn vakgebied zijn hele mooie onderzoeken beschikbaar. Bij Wikipedia. Bedrijven hebben natuurlijk ook de mogelijkheid om in Wikipedia gewoon dingen te veranderen. Maar dat wordt allemaal keurig bijgehouden in een blog met IP-adressen. Dus, en er wordt steeds meer duidelijk van, hey, deze pagina is aangepast door Royal Dutch Shell of door Nestlé. En dan wordt het meteen natuurlijk al een beetje, en dat zijn natuurlijk alle mensen die daarop letten. Ik denk, ja, jullie zijn studenten en ja, ik ben die docent die jullie ook in die collegebanken tegenkomen. Maar jullie kunnen ook niet zo klakkeloos alles opschrijven. Hey, dat kan wel in de krant. Ik zeg altijd, die kranten, die, ja, daar wordt morgen de vis in verpakt, die moet je niet geloven. Hey, de leuke onderzoekjes, die continu worden gepresenteerd, kijken in verkiezingsdebatten. Nou, geloof ze niet. Ik bedoel, het is heel makkelijk om te zeggen van 1 op de 4 Nederlanders vindt of 86% onderschrijft. Dat hangt maar net vanaf hoe je het onderzoek in elkaar zit. Als je 16 miljoen Nederlanders kunt ondervragen, dan krijg je de daadwerkelijke antwoorden, maar niet met een steekproefje van 300 mensen. Dat kun je wel generaliseren, maar er zit altijd een, ja, hoe stel je de vragen, hoe is het onderzoek ingericht? Dus dat hoef je niet te geloven. Maar net zoals jullie door jullie docenten worden gedwongen om wetenschappelijke literatuur te raken. Zo kun je ook relevante literatuur van autoriteiten. Nou, ik heb de Consumentenbond, Wikipedia, er zijn wel meer organisaties te bedenken die gewoon daadwerkelijk informatie geven. Als je nou zeker wil weten over je sokken, producent van je sokken, zoek schone klerencampagne op het internet op. Die weten die dat perfect te vertellen. Maar we moeten het wel willen weten van onze sokken. Dank u wel. Wou je daar nog op inhaken? Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei sceptici altijd. Ik heb bijvoorbeeld ook zonnepanelen op mijn dak gelegd. Het is bekend dat als in de straat iemand zonnepanelen op zijn dak legt, dat dan de buren nieuwsgierig worden, de kans groot is dat er in de straat meerdere mensen zonnepanelen gaan nemen. Nou, als ik dacht, nou, ik begin in mijn straat, gewoon in Ombi, heeft helemaal niemand zonnepanelen, niemand heeft ook een fiets, ik ben de enige met een fiets in de straat. Dus, ik dacht van nou, ben benieuwd. Op een gegeven moment kwamen we na anderhalf jaar de buren eens kijken. Voor die zonnepanelen en hoe zit het nou? Ik zei nou, ik heb dit jaar 300 euro teruggekregen van op mijn energierekening. Dus
hartstikke leuk zijn, maar over 5 jaar heb ik die dingen terugverdiend. Toen zeiden ze, ja, nee, huur is niet waar. En dan zeggen ze, die dingen over 5 jaar leveren die helemaal geen rendement meer en het is allemaal niet waar. Toen dacht ik van, ja, je kan wel overal aan twijfelen, maar op een gegeven moment moet je het gewoon maar doen. En als je alsmaar sceptisch bent van, het is niet waar en ik geloof het niet. Ik denk dat je voor jezelf goed kan uitmaken fair trade. Dat is echt wel een keurmerk. Dat zou ik heel serieus nemen. Er zijn discussies over oets. Nou, de een vindt het wel, de ander niet. Het zit dan een beetje minder, dat ik denk. Dus ik denk dat je voor jezelf heel goed kan uitmaken. Wat van zijn nou de serieuze keurmerken? En wat zijn nou keurmerken waarvan je denkt, nou, dat wil ik eigenlijk niet of wel. Het zit op de grens. En dat je vooral ook voor een deel gewoon moet doen. Voor jezelf moet zeggen, nou, ik koop gewoon fair trade chocolade. Want ik weet zeker van die andere chocolade dat dat een slechte prijs is. En het is toch raar in deze wereld dat cacaoboeren straatarm zijn en gewoon eigenlijk een product produceren waar veel vraag naar is. Hoe kan dat nou? Dus ja, dat is eigenlijk gewoon een manier van logisch nadenken. Ik wilde niet zeggen, per twee chocola, sorry hoor, even op inhaken. Ja. Is wel betrouwbaar. Het zit al op de rand. Ik ben benieuwd naar Tony Chocolonely en ik ben benieuwd waarom het op de rand zit. Ja, omdat de Fairtrade mensen, dat is net een iets strenger keurmerk dan oets. Ik heb begrepen, maar ik weet het niet heel goed precies, dat oets ook door de bedrijven zelf is bedacht. Terwijl Fairtrade is door een onafhankelijke stichting Max Havelaar opgezet. En Tony? Maar, Tony is wel goed. Tony is, ja. Maar de chocola is gewoon het probleem dat daar slaven aan te pas komen. We hebben het over 2015, maar in de cacao-industrie werken nog steeds slaven. Dus ja, dat zou voor mij een reden zijn om alleen maar Fairtrade of Tony Chocolonely niet meer te komen. Wat hier een element is, en dat zie je dus ook in de werkomstandigheden in Zuidoost-Azië, ja, wat bedrijven die gaan dan zelf een organisatie oprichten die de arbeidsomstandigheden gaan controleren. En die natuurlijk het certificaat, ja, dat is helemaal goed, geven. Teun van de Keuken heeft daar geweldige programma's op de tv over. Die wordt ook geleerd in die fabrieken. Het gaat over de katoenplantage enzovoort. Dus ja, je wordt wel sceptisch als je erover nadenkt. En je moet heel kritisch blijven. Maar de informatie is wel beschikbaar. Je kunt wel bewust zelf goede keuzes maken voor Fairtrade, voor eerlijk handel. Voor producten zonder kinderhanden enzovoort. Die mogelijkheid hebben we, en zeker in onze relatief vrije westerse democratie. We moeten natuurlijk wel weer uitkijken voor zoiets als het TTIP. Ik weet niet of jullie dat al van gehoord hebben. Maar dat is weer bedoeld om bedrijven meer ruimte te geven voor handel en ja, misschien wel landbestand. Oké, dank u wel. Dan is er nog ruimte voor twee laatste vragen. Ik zie hiervoor nog een vraag. En de laatste vraag. Ja, ik heb een vraag. Want u spreekt allebei heel erg meer over duurzaamheid. En dat vind ik zelf ook heel erg belangrijk. Maar als ik kijk naar de millenniumdoelen specifiek, gaat het ook over kindersterfte en onderwijs en malaria en dergelijke. Dus dan vraag ik me af in hoe dat dan in relatie staat met... het verhaal eigenlijk van net. Ja. En ik snap dat het moeilijk is wat u al aangaf, dat u de nadruk legt op de duurzaamheid, maar ja, en de millenniumdoelen zijn niet minder aanwezig. Dus vandaar de vraag. Ja, wij hebben er Utrecht voor gekozen om in te zetten op duurzaamheid, omdat het ook iets is waar we zelf wat aan kunnen doen. Mm-hmm. En ik denk ook dat de millenniumdoelen wat weinig gericht waren daarop. Te veel op hulp. Van we gaan, gezondheid is natuurlijk heel erg belangrijk, maar dat is ook iets waar mensen zelf heel veel aan kunnen doen. Ik heb 20 jaar in die ramen gewerkt en ik heb daar ook projecten gezien voor straatkinderen die vrouwen op de markt gewoon zelf opzetten. Daar hebben ze helemaal geen buitenlandse hulp voor nodig. En vrouwen daar, die hebben eeuwenlang kinderen gebaard, dus die kunnen in principe zelf zorgen voor voorlichting, voor hoe je op een goede manier een kind kan baren. Gezond voedsel, in principe weten mensen daar alles van. Dus ik heb het altijd raar gevonden dat wij uit het Westen naar dat soort landen gingen om te vertellen hoe ze gezond moesten eten, leven en kinderen baren. Dus ik heb dat gewoon van de andere kant meegemaakt. Ik dacht van nou, dat zijn nou dingen die mensen heel goed zelf kunnen. Dus ik,
Ik ben nooit heel erg voor de sociale ontwikkelingshulp geweest en veel meer voor de economische duurzame kant van zorgen dat je goed produceert, dat je eerlijk produceert, duurzaam produceert en dan kan je zelf als land geld verdienen om je eigen sociale programma's mee op te zetten. Maar ja, het is meer omdat ik dat vanuit de andere kant heb gezien. Ik begrijp dat mensen, en daarom ondersteunen we dat in Utrecht wel, want er zijn heel veel van die 100 stichtingen zijn er vrij veel die weeshuizen ondersteunen. In Tanzania, India, Kiev enzovoorts. En dat is nou iets waar mensen vaak sociaal heel erg bij betrokken zijn. Dat voelt goed en het is op zich goed om weeskinderen op te vangen en te ondersteunen. Maar ja, ik heb zelf het idee dat dat niet echt bijdraagt aan ontwikkeling. Terwijl het ook niet verkeerd is. Maar als je dan moet kiezen, hè, maar beperkt geld en tijd en middelen, dan ja, denk ik dat we er goed aan doen om in te zetten op economische duurzaamheid. Maar ja, daarom gaan we ook in gesprek in Utrecht. Als het straks blijkt bij die stadsgesprekken van iedereen wil inzetten op weeshuis in Tanzania en India, ja, dan zullen we met goede argumenten elkaar moeten zien te overtuigen. Oké, okay, dank u wel. En dan de laatste vraag hier. Beide bedankt. De nadruk ligt vandaag heel erg op wat wij als burger kunnen doen om de geschetste problemen te verminderen. Daar ben ik het mee eens, alleen wat ik dan denk is, oké, die informatie is op het internet, maar ik kan niet voor elk dingetje dat ik koop in de supermarkt mijn telefoon erbij gaan pakken van, is deze pindakaas nou goed of niet? Dus in die zin zou ik denken, keurmerken zijn juist een middel om het sneller en inzichtelijker te maken. Maar u zegt zelf al van, ja goed, we gaan de industrie zelf iets opzetten, dat is een doorgestoken kaart. En dan is mijn vraag uiteindelijk, er zit er beweging in die labels en vanuit waar zou het moeten komen? En zijn er nog gaten in het stelsel van labels wat kan worden gedicht op deze manier? We moeten niet vergeten, wij hebben gekozen voor een vrije markteconomie. Ik kan morgen een product bedenken. Wat dan ook, en ik kan daar een stempeltje op zetten, is goedgekeurd door de professor milieu of zo. En daarmee kan ik jou misleiden. Want ja, dat is de vrije markteconomie. Als we een centraal geleide economie hadden, dan zou de overheid kunnen zeggen, nee, wij bepalen wat er op de producten komen. Dat doet de overheid bij slechte producten, sigaretten en drank enzovoort. Dan doen ze het wel. Maar dan zeggen ze, maar ja, dat is schadelijk voor de gezondheid. Dus dan hebben wij het recht om daar die boodschap op te zetten. Maar voor de rest is het een vrije markteconomie. Ondernemers krijgen ruimte om op die producten te zetten dat het hagelslag is en dat het een goedgekeurd product is. Heel vroeger had je de Kenmakeur, een Nederlandse vereniging van huisvrouwen die allerlei stempels op producten gaven. Ik weet niet of die nog maar staan, ik geloof Kenmakeur wel. Maar dat is de vrijheid. Nu is de politiek bezig, maar dan zit je dus weer in een Europese setting. En dat is natuurlijk ook goed, want we willen vrije economie en vrije handel in Europese landen. Dus ja, dan moeten dus vanuit Europa moeten de richtlijnen komen om voor die keurmerken. En de politiek is daar zeker mee bezig. Ja, er is gewoon een wildgroei. Nogmaals op de TTIP terugkomen. Als dat ingevoerd wordt, dan moet er één keurmerk komen voor Noord-Amerika en Europa. Nou, dat wordt nog moeilijker. En als je er een beetje over leest, dan worden geslachte kippen worden in Noord-Amerika altijd in chloorwater behandeld. Dat mag niet in Europa, maar door dat handelsverdrag zou dat dan ook in Europa mogen, want je mag organisaties niet tegenwerken natuurlijk. Dus ja, er is behoefte aan een keurmerk. De overheid voelt zich niet geroepen om dat keurmerk in leven te roepen. Dat denk ik ook dat dat terecht is, want dan worden de taken van de overheid worden wel heel erg uitgebreid. Dus ja, het gaat ook om wat we als consumenten willen en welke keuzes we als consumenten maken. Maar wees kritisch. Hetzelfde wat je in de krant leest. In de ene krant mag je kritischer zijn dan de andere krant, dat weet je inmiddels. Maar wees altijd kritisch op wat voor producten daar worden aangeprezen en hoe die worden aangeprezen. Dank u wel. Mevrouw Van Vennen, heeft u nog een aanvulling? Nou, iets wat wel grappig is, ik werk ook veel met Chinezen.
En het is leuk om te merken, ik had me voorgenomen iedere Chinese delegatie naar Utrecht komen, waar ze ook voor komen. Ik ga beginnen over duurzaamheid en milieu, gewoon om eens te kijken hoe dat valt en hoe zij ermee bezig zijn. Al heb ik één Chinees om te overtuigen, dacht ik, dan ben ik al heel lent in de buurt. Ja, en wat je gewoon merkt is dat in China is er steeds meer een bewustzijn op, nou in hun geval vooral gezondheid, dat ze hun eigen producten niet vertrouwen, komen ze vooral in Nederland die melkpoeder en medicijnen kopen. En dus dat betekent ook zij zitten dan niet vanuit duurzaamheid, maar vanuit gezondheid met de vraag van hoe betrouwbaar zijn al die labels en al die etiketten op die producten. En ze zijn toch ook op zoek, dus een steeds groter bewustzijn in China ook voor gezondheid, milieu, duurzaamheid. En ik vind dat zelf heel erg hoopgevend. Dus ik denk dat het wel degelijk laat ook zien dat je als consument, als je maar groot genoeg bent en met veel genoeg, dat je enorm veel invloed kan uitoefenen op wat bedrijven leveren. En ik denk dat in China bedrijven ook steeds meer zullen moeten gaan aantonen dat de producten die ze daar produceren, dat die ook inderdaad goed zijn, gezond en dat erin zit wat er op de etiket staat. Dus ik denk, en dat zeker de kracht van social media is gewoon, is een enorm groot. Alleen besef je dat misschien niet als je in je eentje bent of met z'n tienen bent. Maar dat is wel ja, iets wat wij steeds meer zien. Dus het gaat... volgens mij gaat het wel een goede kant op. Maar zo'n TTIP is inderdaad wel weer even een tegenslagje als dat gaat gebeuren. Kunnen jullie dat volgen? Weet jullie wat het is, de TTIP? Nee. Nee? Huh? Ja, ja. Nou, dat is echt inderdaad wat je zegt, zorgwekkend. Bijna niemand weet wat het is. En ja, maar het staat wel te gebeuren, dat soort dingen. Dank u wel. Dan zijn we hierbij aan het eind gekomen van een volgens mij zeer geslaagde lezing. En dan zou ik ook om een hartelijk applaus willen vragen voor onze beide sprekers.